Ja, een debat zitten kijken. Ja. Een regeringsverklaring, maar daar ging het natuurlijk helemaal niet over. Nee, maar dat kon je wel raaien hoor. Dat wisten we al op voorhand. Ja, tuurlijk niet. Nee, het is een enorme blunder gemaakt toch, vind ik. Ja. Die Wilders, die had nooit die twee mensen in dat kabinet moeten zetten. Nee. Met die omvolkings... Ja, complottheorieën. Nee, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. En, ja, en toch heeft hij dat doorgedouwd. Dan heeft hij die Klever en die Faber, die heeft hij erin gezet. En het gevolg nou is dat dat hele debat vandaag is nooit over de regeringsverklaring gegaan. Het is alleen maar over dat gegaan. Over die complottheorie. Ja. En het enige wat daar gebeurde is dat Wilders, die moest alleen maar verdedigen. En die kwam daar ook niet goed uit. Nee, die kwam daar helemaal niet goed uit. Want die moest uiteindelijk gaan zeggen, we hebben het wel over omvolking gehad. De mensen bij ons, maar ze hebben eigenlijk nooit begrepen wat het precies betekende. Nou zeg, jongen, dan is het een van de twee. Dus of je bent ontzettend dom dat je dat niet weet, hè? En of je liegt. Het is één van de twee, vrienden. Dat kan gewoon niet anders. Ja, nee, we wisten niet wat het betekende. Nou, kom op zeg. Ja, en maar in de verdediging. Maar ook de Dieland van de VVD. Ja, die moet zich ook constant verdedigen tegen al die aanvallen. En hetzelfde geldt voor Omtzigt ook. Die moest ook al die aanvallen ontwijken. En dat komt alleen maar omdat ze dat hebben doorgedouwd. Had daar nou gewoon twee andere mensen neergezet. Want wat krijgen we nu? Ja. Waarom? En dat begrijp ik niet. Waarom geef je links allerlei wapens en stokken eventueel om mee te slaan? Ik begrijp het niet.